In een verrassende wending van gebeurtenissen heeft de geliefde Nederlandse presentator Peter Jan Rens, 72, onlangs zijn ongenoegen geuit over het nieuws dat zijn oorspronkelijke televisieprogramma Doetie Thee of Doetie Thee niet een comeback zal maken, zei het onder nieuwe presentatie. Het programma, dat in de jaren 80 door Rens werd bedacht en bijna een decennium lang met succes werd uitgezonden, won zelfs de prestigieuze Gouden Televisiering in 1989. Tot zijn grote verbazing kwam het bericht via het Algemeen Dagblad, AD, naar buiten, waardoor Rens zich gepasseerd voelde in het hele proces. Hij benadrukte dat de rechten van het programma nog steeds bij hem liggen en dat hij zich niet kan voorstellen dat de heropleving zonder zijn toestemming en betrokkenheid zou plaatsvinden. Het feit dat Ruben Nicolai de presentator zou zijn voor deze nieuwe versie, deed Rens besluiten om zelfs te dreigen met juridische stappen. Deze stappen bleken echter niet te vergeefs, aangezien Endemol Shine, de productiemaatschappij achter de herlancering, snel contact opnam met Rens om zijn ongenoegen aan te horen. Rens onthult nu in een exclusief interview met Story dat hij oprechte excuses heeft ontvangen voor het gebrek aan voorafgaand overleg. Bovendien heeft Endemol Shine toegezegd met een voorstel te komen om de situatie recht te zetten. Hoewel de details van het voorgestelde compromis nog niet openbaar zijn gemaakt, is Rens vastberaden om een aantal fundamentele voorwaarden te behouden. Het is duidelijk dat hij niet van plan is om de rechten op het programma over te dragen, aangezien hij van plan is om zelf betrokken te zijn bij de productie en presentatie van de nieuwe reeks. Het lijkt erop dat de oorspronkelijke geest van Doetie Thee of Doetie Thee niet nauwlettend zal worden bewaakt door de man die het allemaal heeft bedacht. Met grote nieuwsgierigheid kijken fans en media nu uit naar de verdere ontwikkelingen rondom de terugkeer van dit iconische programma. De komende tijd zal onthullen welke richting deze onderhandelingen zullen nemen en of Peter Jan Rens zal slagen in zijn missie om zijn creatie nieuw leven in te blazen, op zijn eigen voorwaarden.